Dames en heren, een goedemorgen. Mijn naam is Ruud van Eten, directeur Huis voor de Kunst in Limburg. Samen met Dutch Culture en het Limburgs Museum organiseren wij vandaag een online bijeenkomst over de mogelijkheden van internationaal cultuurbeleid. Dat doen wij vandaag middels 4 tafels. We beginnen zometeen met de inhoud, waarin we 2 gasten aan tafel hebben. Om 1 uur is er een rondetafelgesprek over het regionaal werken. Samen met professionals uit het veld die vertellen hun ervaringen. Om 14:15 is er een rondetafelgesprek over amateurkunst en talentontwikkeling. En we sluiten de dag om 15:30 af met een rondetafelgesprek over streektaal. Maar wij beginnen nu met 2 gasten die ik graag welkom heet. Namelijk Marjolein van Bommel, die zichzelf uiteraard dadelijk even voorstelt vanuit Dutch Culture. En Lonneke Lemlijn vanuit de provincie Limburg. En zij zullen u even meenemen in de mogelijkheden van internationaal cultuurbeleid. Even een kort voorstelrondje. Allereerst Marjolein, goedemorgen. Even de microfoon aanzetten. Ja, ben ik verstaanbaar? Zeker. Van harte welkom allemaal. Dutch Culture is ook een beetje de aanstichter van deze dag. Ik werk bij Dutch Culture, ik ben hoofd van de Creative Europe Desk Nederland en hoofd van het team Mobiliteit en Advies. En wij willen heel graag een paar keer per jaar letterlijk dichterbij komen bij het regionale culturele veld. Officieel zou deze dag dus ook gewoon ter plaatse zijn. We hebben nog tussenvarianten gehad, maar uiteindelijk gaan we helemaal digitaal in verband met alle coronamaatregelen. Ik denk dat dat nog wel goed is om te benadrukken, want het idee is natuurlijk dat we de drempel willen verlagen en wat toegankelijker willen zijn voor iedereen. En dat gaat wat makkelijkst, fysiek. Maar we gaan vandaag een goede poging wagen. Ik heb er zin in. Zeker, dankjewel Marjolein. Onze andere gast aan tafel is Lonneke Lemlijn. Graag even een korte welkom. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Lonneke, werkzaam bij de provincie Limburg binnen het cluster cultuur. En ik schuif vandaag aan omdat ik de uitvoerder ben van de regeling grensoverschrijdende culturele samenwerking. Dus ik ga u daar meer over vertellen vandaag. Hartstikke fijn, dankjewel Lonneke. Limburg is natuurlijk een bijzondere provincie met aan de ene kant België en aan de andere kant Duitsland, Luxemburg niet ver weg. En het Frans deel van Vlaanderen, van België, het Waalse deel en Frankrijk natuurlijk ook redelijk om de hoek. Dutch Culture, Marjolein, heeft natuurlijk al een track record van enige jaren hoe om te gaan met internationaal beleid. Kun je ons meenemen in jullie mogelijkheden als professionals en wellicht ook amateurs bij jullie terechtkomen? Ja. Het is ook wel goed dat je dat ook nog even benadrukt. Dat Limburg is natuurlijk zo ontzettend, ik denk wel een van de meest internationale provincies, alleen al door zijn ligging. Dus er zijn gewoon gigantisch veel mogelijkheden. En het is ook nog wel eens, het is best moeilijk om daar goed je weg in te vinden als je als culturele organisatie internationale ambities hebt. Dus wat we vandaag eigenlijk willen doen is een beetje van groot naar klein eigenlijk met de verschillende overheden die kansen bieden. Dus eigenlijk Europa heeft heel veel regelingen voor de culturele sector. Nederland heeft een internationaal cultuurbeleid, daar kan ik er zo nog wat over vertellen. En dan heb je gewoon de provincie en zelfs steden, dus Lonneke zal dat daarin overnemen. En eigenlijk willen we dat een beetje in het geheel laten zien, in de hoop dat de context daar duidelijk in is. En Dutch Culture ondersteunt daarin. We hebben heel veel adviseurs in dienst, zowel op verschillende Europese regelingen, maar ook voor verschillende landen. Want dat hebben we eigenlijk nog niet verteld over de inhoud van vandaag. Je kan ook nog terecht voor meer specifieke technische webinars over bijvoorbeeld Creative Europe of bepaalde landen. Maar dat heeft allemaal wel in het programma gestaan. Ik denk dat een aantal mensen in het publiek daar ook gebruik van zullen maken. En je kan ons ook altijd nog mailen als je zelf een individueel gesprek wil hebben. Even kijken. Wat ik begin even bij Europa. Want het is denk ik toch wel goed om te weten dat
binnen de, voor de Europese Unie cultuur een belangrijke pijler is. En we hebben in het Nederlandse kunstenveld natuurlijk nu net is er een nieuwe kunstenplanperiode begonnen. Van 2021 tot 2024. Maar toevallig heeft ook Europa start met een nieuwe financiële periode is dat. Van 21 tot en met 27. Maar ook de culturele programma's starten dus nu. Dit is nu net het eerste jaar. En waarom vindt Europa cultuur zo belangrijk? Nou, ze zeggen van het draagt bij aan de sociale cohesie. Het creëert een gevoel van verbondenheid. Het laat gedeelde waarden zien. Het zit, hè, op voor heel veel gebieden is het relevant. Dus er zijn wel meer dan 20 fondsen waar iets van cultuur in zit. Maar de belangrijkste is Creative Europe. Dat is het programma wat specifiek is voor cultuur en media. Daar ga ik technisch nu even niet heel erg op in. Daar kun je aparte webinars voor volgen. Maar wat wel belangrijk is om je te realiseren is dat er voor de komende periode ook meer geld is voor verschillende culturele programma's. En met name de eerste 2 jaar is er ook nog extra budget vanuit Next Generation Europe. Dat zijn eigenlijk herstelfinanciën, omdat door COVID ook de culturele sector zo zwaar getroffen is. En ook uit dat Next Generation Fonds kan geld beschikbaar komen voor de culturele sector. Nou, dat is wel een beetje afhankelijk van je eigen land. In Nederland staat nog even in de verkiezingen, dus je heeft daar nog niet een specifiek voorstel voor voorgelegd, maar dat gaat wel komen. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Andere Europese programma's zijn bijvoorbeeld Erasmus+ en Horizon Europe. Ook daarin zijn de komende 7 jaar komt geld beschikbaar voor de Europese culturele sector. Dus ze zijn nog net een beetje allemaal aan het fine-tunen. De financiën waren pas eind december vastgesteld. Maar wij houden voor jullie in ieder geval in de gaten waar de kansen komen. En er is ook een heel overzicht van alle verschillende mogelijkheden. Die kun je altijd bij ons opvragen. Even kijken hoor, is het handig? Zijn er tussendoor vragen over dat Europese deel? Anders ga ik gewoon even door naar het Nederlands internationaal cultuurbeleid. Omdat we gewoon even een kort overzicht willen geven. Kan je even een sheet laten zien, Rick? Want ik heb dat even wat meer even in PowerPoint op een rijtje gezet, omdat het wel handig is om even het bij elkaar te zien. Nederland heeft een internationaal cultuurbeleid wat door 3 ministeries samengesteld is. Nou, hier zie je ze nog. Eigenlijk demissionair nu, maar goed. Dat beleid dat staat, dat is voor 21 tot 24. Dat is vanuit OC&W, Buitenlandse Zaken en Internationale Handel en Internationale Ontwikkeling en Samenwerking. Die 3 ministeries hebben gezamenlijke doelen opgesteld. Even kijken. Ja, kan jij naar de volgende sheet gaan? Ze willen een sterke positie voor de Nederlandse culturele sector. Het ondersteunen van relaties met andere landen en de Sustainable Development Goals. En de belangrijkste aandachtsgebieden daarin zijn Europa, de Europese Unie, het erfgoed en de culturele samenwerking. En wat wel goed is om te weten, er worden ook altijd een aantal landen binnen het internationaal cultuurbeleid vastgesteld. Kan je die ook even laten zien, Rick, die landen? Want voor die landen is extra geld beschikbaar, zou je kunnen zeggen. Met Nederland werkt natuurlijk met heel veel landen samen, maar als je als culturele organisatie een project wil doen met de landen binnen Europa, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ik heb het hele rijtje nu even voorgelezen. Dan is daar meer geld voor beschikbaar. En bij Dutch Culture hebben we ook adviseurs werken die contacten hebben met de ambassades en de posten in deze landen. En aan de grenzen van Europa hebben we nog Rusland, Turkije, Egypte en Marokko. En buiten Europa nog een heel rijtje. Australië, Brazilië, China, Indië, Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. En elke 4 jaar verschuift dat een beetje. Nu zijn het dus deze landen. Nou, dat geld van de ICB, dat wordt aan een aantal partners gegeven, zeg maar, om dat verder met het culturele veld vorm te geven. Dus de volgende sheet zijn de uitvoerders. Dat zijn eigenlijk 3 groepen. De reiscultuurfondsen.
Je hebt Nederlandse vertegenwoordigers in het buitenland, zijn de posten. En de bovensectorale ondersteunende instellingen, dat zijn wij, Dutch Culture. En dat die, alleen wij hebben geen fonds. Dus bij ons kun je geen geld aanvragen. Dat doe je bij de Rijkscultuurfondsen. En die zijn over het algemeen geclusterd per kunstdiscipline. Dus het filmfonds, fonds cultuurparticipatie, et cetera. En die hebben budget om met name dus voor projecten binnen die genoemde landen. Nou, daar kan je aanvragen voor doen. Ze hebben ieder hun eigen regelingen. En dat is heel helder te zien op hun website. Nou, en wat doet dan een bovensectorale ondersteunende instelling? Ja, wij proberen jullie allemaal het culturele veld allemaal een stap verder te brengen. Dat kan dus zijn door gericht advies te geven over bijvoorbeeld die Europese programma's, over de verschillende landen. We organiseren evenementen, want we willen ook mensen graag met elkaar in contact brengen. Dus voor alle vragen kan je bij ons, op dat gebied kan je bij ons terecht. Ik denk dat ik het daar nu heel even bij hou. Misschien komen we straks nog wel op wat concreters te praten als jullie nog vragen hebben. Oké, dankjewel Marjolein. Ik stel voor dat we ook meteen even doorgaan en aan Lonneke vragen om wat inzicht te geven over het beleid van de provincie Limburg. En dan hebben we in principe een aantal zaken op een rijtje. En dan kunnen we dan in gesprek gaan om te kijken wat missen we nog of waar liggen de kansen of hoe kunnen we het combineren. Lonneke, aan jou het woord. Dankjewel Ruud. Ik vind het wel jammer dat ik overigens niet zie tegen wie ik praat, maar... Ruud, je bent ook leuk om tegen te praten. Dus. het werd net eigenlijk al gezegd. Hè, de provincie Limburg is natuurlijk redelijk uniek als je kijkt naar Nederland. En de grenzen die we hebben. We grenzen natuurlijk voor heel veel kilometers aan het buitenland. En wat we dan ook doen binnen ons beleid. En dat doen we overigens niet alleen bij kunsten, maar ook bij andere terreinen. Is om echt die grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en op te zoeken. Binnen kunsten hebben we heel concreet dat gevat in een regeling, maar daar wil ik zo wel nog even op terugkomen. Wat voor ons belangrijk is en wat je ook ziet, is dat het grensoverschrijdend samenwerken heel veel kansen biedt. Als je vooral kijkt naar de verschillende EU-regio's, we hebben de EU-regio Maas-Rijn-Zuiden en de EU-regio Rijn-Maas-Noord. En daarnaast de samenwerkingen met Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen, deelstaat in Duitsland waar we aan grenzen. Daar ligt heel veel potentie. Er is een hele markt die je kan aanboren, ook als culturele professional. Er zijn interessante instellingen, er zijn interessante andere cultuurmakers. Ja, heel veel potentie, zoals ik het zeg. En dat willen we graag stimuleren. Dat doen we ook bijvoorbeeld met cultuurinstellingen in Limburg. Om die ook te stimuleren om daarnaar te kijken. Maar dus ook met een regeling die we hebben geformuleerd. Binnen die regeling hebben we eigenlijk een hele brede definitie van kunst en cultuur. Het is van architectuur tot beeldende kunst, van... podiumkunsten, en dan ook choreografieën, naar dicht, naar film, naar crossovers, performances, valt daar allemaal onder, kun je ook mooi teruglezen. Ik denk wat wel handig is, ik heb geen sheet, dus ik ga even zeggen nu pak je pen en papier erbij, want ik ga even benoemen waar je alle informatie kan vinden. Dat is op limburg.nl. Je kan daar klikken op subsidies meteen bovenaan. Dan ga je naar actuele subsidieregelingen. En dan krijg je een mooi lijstje te zien met alle regelingen die we momenteel hebben. En één daarvan is subsidiecultuur 2020-2021. Nou, als je daarop klikt, dan kom je op de juiste pagina waar ik het momenteel over heb. Waar ik het iets verder over ga hebben. Op die pagina vind je wat algemene kortere informatie. En om de hele regeling te lezen, wat ik wel zou aanraden voordat je gaat aanvragen, moet je even wat verder naar beneden scrollen in de rechterbalk onderin. En dan vind je de actuele subsidieregels cultuur. En dan specifiek bijlage 1, dat is de projectsubsidie grensoverschrijdende culturele samenwerking. Nou, heel veel
woorden achter elkaar en heel veel zoektermen. Dus ik weet niet of het misschien mogelijk is om dan later nog iets in een chat of over te communiceren. Dat lijkt me wel handig voor degene die het niet heeft kunnen opschrijven. Ruud, zal ik gewoon verder gaan en de regeling verder toelichten? Ik denk dat dat verstandig is. En dan kijken we zo meteen met Marjolein samen of het elkaar aanvult. Of hoe het elkaar nog kan versterken. Dus nog wat extra toelichting is zeker gewenst. Goed, dan ga ik gewoon even door met mijn geratel. Goed, een aantal voorwaarden natuurlijk die betrekking hebben op de regeling. De belangrijkste benoem ik even. Dat is dat het project dat je wil gaan doen, samen met een grensoverschrijdende partner, echt erop gericht moet zijn om die samenwerking tot stand te laten komen of te verbreden, te verdiepen. Dat is dan met een partij dus uit Vlaanderen, Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen of ook binnen die twee regio's. Dus dan valt inderdaad Luik, Wallonië, die regio daar ook onder. Heel belangrijk is dat er als resultaat echt concreet cultureel product uitkomt. Dus iets wat we kunnen bezoeken, wat we kunnen zien, wat we kunnen beleven. Dat je samen met die partner maakt, ontwikkelt binnen die samenwerking. Dus enkel het inhuren van iemand van over de grens zien we niet als een samenwerking. Hè. Stel, je gaat een concert organiseren in Maastricht en zelfs ook in Hasselt en je huurt daarvoor enkel een partij of een zaal in die bijvoorbeeld het geluid en het licht regelt, dan is dat geen samenwerking. Je hebt niet samen dat concert georganiseerd, je hebt dat niet samen gemaakt. Dus dat is een belangrijk punt wat ik wil meegeven. En een andere is dat een van de betrokken partners ook echt degene moet zijn die uitvoering geeft aan het project dat je gaat indienen. Laatste belangrijke voorwaarde is een stukje publieksbereik. En daar ligt ook, wat ik zei, heel veel potentie. Hè? Je boort een andere markt aan door samen te werken met partijen over de grens. Dus ook qua publieksbereik, denk na over het gebruik van de kanalen van je partner. Maar bijvoorbeeld ook tweetalige communicatie, zeker als je richting Duitsland kijkt, maar ook richting Luik, Franstalig, Engelstalig. Ja, dat moet echt onderdeel zijn van je projectplan, ook hoe je daarmee omgaat en hoe je eigenlijk de brede regio wil gaan bereiken. Even verder wat praktische informatie. Het subsidiebedrag dat je kan aanvragen is maximaal 35% van de subsidiabele kosten. Er zijn natuurlijk weer wat uitzonderingen over wat subsidiabel is. Uitzondering is bijvoorbeeld het opzetten van een website, reiskosten, consumptie. Dat mag allemaal niet meegenomen worden in de begroting. Hoe dien je in? Nou, ik heb jullie net verwezen naar de website. Op die pagina van de subsidieregeling staan rechts formulieren. Daar vind je het digitale aanvraagformulier. Dat moet je invullen. Daar vind je het begrotingsformat. Die moet je ook gebruiken. Wil je in aanmerking komen? En als derde moet je een projectplan toevoegen. En in dat projectplan dien je natuurlijk te omschrijven wat je gaat doen, wat het concrete culturele aanbod is dat je gaat ontwikkelen, met wie je dat gaat doen, hoe jullie dat samen gaan doen, en dus hoe je het publiek gaat bereiken daarin. Je kan je aanvraag indienen digitaal, dat gaat nog niet altijd ideaal. Dus hem per post versturen naar de provincie, het adres vind je terug in de regeling, of hem zelf even komen afgeven, dat kan ook wel nog steeds. Als ik het goed begrepen heb, de receptie bij ons is open. Je krijgt een stempel met bevestiging van ontvangst. Dus op die manier kun je aanvraag bij ons laten toekomen. Nog een belangrijk punt dat ik ook heel praktisch even wil meegeven, is dat je aanvraag minimaal 8 weken voor het begin van je project moet worden ingediend. Dus stel je had nu iets gepland voor eind april, nou dan kun je dus nu bijvoorbeeld al niet meer indienen binnen deze regeling. Dus hou daar even rekening mee. Verder, dus ik zei het al, lees de regeling altijd ook even aandachtig door voordat je gaat aanvragen. En mocht je vragen hebben of meer info willen, of heb je vragen over misschien
dat je op zoek bent naar partners en niet weet waar je terecht kan, bij wie, of gewoon wat suggesties, iemand die even kan meedenken, neem contact op. Je kan het algemeen nummer bellen, naar mij vragen, en dan word je doorverbonden. Dus even heel veel informatie die ik even zo onder elkaar heb gezet. Dus ik hoop dat het een beetje te volgen was voor iedereen. Maar het staat ook allemaal online. En zoals ik zeg, ik ben graag bereid om, om jullie telefonisch of wat dan ook verder te helpen daarmee. Dankjewel, Lonneke. Ik zie inmiddels dat onze collega's in de chat al de link hebben gezet naar de subsidieregelingen van de provincie. Ik zie het, perfect. Dus dat is helemaal goed. Marjolein is ook weer aangehaakt. Ze was er al bij, maar nu weer in beeld. Even een vraagje aan de start-up met Marjolein. Nou, twee vragen. Eén, hoe kunnen ze de professionals de weg vinden? En de tweede is jullie beleid vanuit het Rijk aanvullend op dat van de provincie? Of zijn het twee zelfstandige denklijnen? Ja, die laatste vraag die is super interessant. Eigenlijk, je zou willen dat het allemaal mooi op elkaar aansluit. Het is los van elkaar. En dat is ook vaak een klacht trouwens vanuit de culturele sector. Jongens, kan het nou niet wat beter op elkaar aansluiten met dezelfde soort criteria? Of als je van... Hè, dat wordt wel overigens geprobeerd hoor. Ik weet ook dat deze ronde met de basisinfrastructuur ook wel overleg is geweest met de decentrale overheden om dat beter op elkaar aan te sluiten. Dus laten we hopen dat er een lerend vermogen in zit. Maar je snapt ook, er zit ook nog een politieke component aan natuurlijk. Ja, dus voor gemeentes en provincies en OCMW is het altijd even afwachten hoe zich dat allemaal tot elkaar verhoudt. Er wordt altijd wel heel erg gelobbyd om dat zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Even denken, wat was je eerste vraag ook alweer, Ruud? Nou, hoe de professionals jullie kunnen vinden. Misschien maak ik hem even wat scherper. Is Dutch culture er voornamelijk voor BIS en de basisinfrastructuur of de gehonoreerde podiumkunsten binnen Fonds Podiumkunsten of de andere rijksfondsen bestemd? Of is het en dan Limburg, zeg maar, vooral voor alle anderen? Of is daar geen onderscheid tussen? En we maken daar absoluut geen onderscheid in. Je merkt wel dat hoe groter of hoe meer financiële armslag, hoe vaker er ook internationaal gegaan wordt. Maar dat is helemaal niet een, hoe zeg je dat? Helemaal een vanzelfsprekendheid. Dus culture is sowieso voor iedereen binnen de culturele sector. Stelt hij zijn kennis en netwerk beschikbaar. En daar zijn we ook, dat willen we zelf graag, maar dat is ook onze opdracht, ook vanuit OCMW. Dus vanuit OCMW wordt natuurlijk wel geld geparkeerd en vanuit buitenlandse zaken voor internationaal cultuurbeleid. Maar het is niet per se zo dat dat dan vervolgens alleen maar uitgegeven zou mogen worden of aan basisinfrastructuur, hoe zeg je dat? Deelnemers? Ja, BIS-instellingen. Of bij de Rijksfondsen gehonoreerde instellingen. Nee, natuurlijk, elke regeling bij elk fonds heeft zowel zijn criteria. En dan kan dat soms trouwens wel een criterium zijn, maar dat is niet altijd zo. En er zijn nog 100.000 regelingen. Dat is misschien trouwens nog wel interessant. Wij geven wel ook een internationale funding guide uit, waar we alle regelingen ook op een rijtje hebben. Ook de meer particuliere regelingen of de regelingen vanuit een stad of vanuit de International Mobility International Funding Guide. Die kan je op onze site vinden. En ik dacht, ik wilde eigenlijk nog iets laten zien van Dutch Culture. Dat is onze database. En dat is ook heel erg handig. Dus we geven niet alleen informatie over geld of fondsen, maar ook al willen hebben we ook een heel groot netwerk. Rick, kan jij even die laten zien op het scherm? Het is zo leuk om even te zien. Wat wij proberen al heel, heel lang, vroeger heette dat buitengaats, we doen het al een jaar of 10. Maar het wordt steeds groter en beter ingericht. Bent nooit volledig, maar wat wij proberen is van alle organisaties in Nederland, zowel gesubsidieerd als gewoon commercieel, bij te houden wat hun internationale activiteiten zijn. Nou, wat je nu ziet is onze website. En als je bijvoorbeeld Laagland is een Limburgs jeugdtheatergezelschap klikt of invult op de site, dan zie je hier wat informatie over hen. En als je even naar beneden scrolt, zie je hun internationale activiteiten. Dan kun je nog wat verder gaan. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat ze op het Belfast Children's Festival geweest zijn. Of dat ze Peter Pan nog weer ergens anders in Liechtenstein hebben gespeeld.
En Rick, als je nou bijvoorbeeld eens aanklikt dat Children's Festival linksboven. Dan kom je zo ook weer verder. En als je dan weer naar beneden kan je weer zien wie heeft daar nog meer gespeeld. Bijvoorbeeld Theater Artemis. Op deze manier, iedereen kan hier zelf in. Kan je dus ook zien van, hey, wie is er in welk land geweest? Wie kan ik zelf eens benaderen voor tips? En wat, één ding wil ik daar nog over laten zien, is, als je op een potloodje klikt, die hebben we nu misschien net gemist, maar kan je je eigen gegevens ook invullen. Ja, dus als jij zegt, ik speel daar en daar, ik geef dat even door aan Disculture, dan komt het gewoon in onze database. Dus we zijn zelf heel actief dat allemaal aan het verzamelen en zijn redelijk compleet. Maar het gaat misschien niet altijd goed. En als je nog wat minder in ons vizier bent, vul het zelf in. Want dan kunnen we ook elkaar informeren met tips en informatie over diverse landen. Dus dat wilde ik nog even toevoegen. Ja, dat is zeer waardevol. Hè? Ja. Dan kunnen mensen gewoon in contact komen met andere collega's die al reeds daar zijn geweest. Even naar Lonneke. Lonneke, heb je het idee dat jullie beleid aansluit of dat het eigenlijk een eigenstandige regeling is? Aansluit bij? Dutch Culture. Bij wat, of de Rijksfondsen, want Culture zelf, Dutch Culture heeft geen loketfunctie. Nee. Ik denk wel dat het gewoon echt een toevoeging is. Doordat we zelf gewoon ook zeggen van, oh, dit is waardevol. Je volgt daarin natuurlijk ook wel het Rijksbeleid. Maar zoals ik eerder aangaf, is het voor onze provincie natuurlijk bijna logisch om iets op dat gebied te doen. Dus ik denk dat we gewoon ook een mooie toevoeging zijn. Hè? Je kan inderdaad kijken van, oké, wat zijn landelijke fondsen? Waar kan ik aanvragen? Wat zijn dan inderdaad nog de lokale mogelijkheden? En dan kom je bij ons in de provincie als snel uit bij deze regeling. Dus in dat opzicht denk ik dat het gewoon mooi aanvullend op elkaar is. Ja. Ja. Heeft de provincie Limburg een sterk netwerk met onze buurlanden? Liggen daar al stevige lijntjes? Ja, je knikt ja, maar weet het wel dan ook? Om te beginnen met het eerste deel van de vraag. Ja, de lijntjes zijn er zeker. Ze hebben bijvoorbeeld ook een participatie met cultuurhuis De Buren. Dat is een samenwerking tussen de provincies van de Lage Nederlanden, Zeeland, Brabant, Limburg en Vlaanderen, waarin we ook gezamenlijk inleggen om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen. Dus er zijn ook echt middelen en kunnen makers, het moet wel professionals zijn in die regeling, een aanvraag indienen. Dus dat is een heel duidelijk lijntje met Vlaanderen. Daarnaast zitten we bij Noord-Rijn-Westfalen ook in de jury als het aanvragen of grensoverschrijdende samenwerking betreft. Dus inhoudelijk zeker. En ook eigenlijk zelfs ook met de regeling nu, mensen weten ons wel te vinden, maar het is altijd goed om er heel actief over te blijven communiceren. En dat is eigenlijk ook wat we natuurlijk vandaag aan doen zijn, hè? Wat Dutch Culture doet, echt naar de regio toe, naar de makers toe, blijven aangeven van, hey, er zijn mogelijkheden, er is potentie, kijk eens over die grens. Wat we bijvoorbeeld daarom ook gedaan hebben, is brochures beschikbaar gesteld en gemaakt in de verschillende talen in onze regio, waarin de regeling wordt uitgelegd. Die kun je ook vinden op onze website, dus in het Duits, Frans en Engels. Dus op die manier zetten we wel ook echt actief in om te communiceren wat we doen en wat we allemaal kunnen betekenen. Ja, er komt ook een vraag binnen in de chat. Die stel ik sowieso. Even nog één vraagje, Lonneke. Zie jij bij de aanvragers steeds een grotere diversiteit? Of zie je steeds of dezelfde disciplines of dezelfde usual suspects terugkomen? Ik zit 1,5 jaar op deze regeling nu. En natuurlijk, ik heb geen visie op wat ervoor was. En we hebben zo'n gekke tijd meegemaakt. Corona heeft er wel echt voor gezorgd dat we sowieso echt minder aanvragen hebben binnengekregen. Dus ook bij deze een oproep aan mensen. Heb je plannen of heb je nog geen plannen, maar bij het over nadenken, gebruik de tijd nu die je misschien hebt
om na te denken over de mogelijkheden met grensoverschrijdende samenwerking. Het trekt nu langzaam weer een beetje aan. En qua inhoud, qua aanvragen is het wat ik tot nu toe heb mogen binnenkrijgen. Wel echt heel divers, van street art tot uitvoeringen van klassieke muziekstukken. Kleinere exposities of echt samenwerkingen meer op het gebied van creative industry. Dus in dat opzicht wel divers. Maar je merkt ook wel dat mensen, initiatiefnemers die ons eerder hebben gevonden, ons ook wel weer weten te vinden. Dus het is natuurlijk ook wel goed om, bijvoorbeeld wat ik net zei, om deel te nemen aan dit soort events of ook aan andere manieren van communicatie, om ook mensen die ons nog niet hebben gevonden hopelijk te bereiken. En dat die ook eens gaan kijken en nadenken over grensoverschrijdende samenwerking. Ja. Even een klein opdrachtje voor dadelijk, want dan ga ik een vraag stellen aan Marjolein. Misschien zou je ons dadelijk kunnen meenemen wat in jouw ogen een van de beste aanvragen was. En waarom die volgens jou echt voldeed aan de criteria zoals jullie die stelden. Dan ga ik nu even naar Marjolein. En Marjolein, er zit een vraag in de chat van Marij Egbert. Oh, kijk eens, hij komt gewoon in beeld. Nou, dan kun je hem zelf beantwoorden. Dankjewel, Rick. Wij hebben ook een netwerk. Niet natuurlijk in alle landen, want het is gigantisch. Dat is bijna niet te doen. Maar we hebben natuurlijk sowieso die landen die genoemd werden. We hebben contact met de ambassades en de posten. Dus het zijn altijd partners in crime met aan wie we ondersteuning kunnen vragen. Het geldt ook een beetje voor de Creative Europe Desk. Er zijn 38 landen in Europa met een eigen Creative Europe Desk. En daar hebben we natuurlijk hele korte lijnen mee, want dat zijn eigenlijk directe collega's. Er zijn verschillende pogingen geweest om dat iets meer, om een soort partner search tool te ontwikkelen. Er zijn nog steeds ideeën voor, maar dat blijkt toch ontzettend ingewikkeld. Omdat net op het moment dat je misschien een partner zoekt, de ander weer niet. Dus dat is heel moeilijk om dat echt actueel en up-to-date te houden. Maar wij springen wel altijd bij waar we in het buitenland iemand ook kennen. Kunnen we in ieder geval proberen een contact te leggen. En waar we dan weer geen contact hebben, is ook al vaak gebleken dat die database dan eigenlijk nog wel goed werkt. Hè? Bijvoorbeeld zo'n land als Filipijnen. Nou, zit geen cultureel attaché. Dus allemaal dat. Dat is soms ingewikkeld, maar dan bleek er ineens een dance-industrie toch enigszins te zijn vanuit Nederland. Nou, dus dan kun je daar toch weer contact zoeken. Dus het is meer dat we met je meedenken. Natuurlijk hebben we heel veel lijntjes lopen, maar niet naar alle landen. Maar hoe dan ook proberen we samen je een stap verder te brengen. Daar komt het eigenlijk om neer. Ja, dus dat gratis persoonlijk adviesgesprek, dat is een echte aanrader. Want dan kun je gewoon je vragen neerleggen. Want anders is het misschien zoeken terwijl alle informatie bij jullie ook gewoon zit. Gewoon een mail sturen naar ons Mobility Info Point. Dat is eigenlijk een soort wat bredere helpdesk. En die Laurens Meijer zit daarachter. Die kan het ook verder naar de adviseur doormailen die er het meest vanaf weet. En je kan soms een adviesgesprek aanvragen, maar soms heb je een korte vraag. Nou, zet hem gewoon op de mail en wij sturen hem altijd weer krijg je altijd wel weer een stapje verder. En soms is het heel makkelijk met heel veel informatie die we klaar hebben liggen. En soms helpen we gewoon een beetje mee zoeken. Ja. Oké. Nou, dan gaan we even terug naar Lonneke, die ik net een vraag heb gesteld. Ben benieuwd naar het antwoord, Lonneke. Je had het misschien al verwacht, maar kan natuurlijk niemand zo specifiek noemen. Nee, dat snap ik. Maar je kunt wel aangeven waarom een bepaalde aanvraag zo eruit sprong. Ik vind het een beetje lastig omdat ik er nog niet zoveel heb mogen beoordelen. Dus hetgeen waar ik uit kan putten is nog niet zo groot. Dus vind ik ook dan niet zoveel voor aanvragers die misschien nu nog in de pijplijn zitten of die hun aanvraag nog niet hebben ingediend. Wat mij vooral wel opvalt is de... Ja goed, toch de diversiteit aan aanvragen die binnenkomen. En er is niet een goed of de ene beter dan de andere. Omdat ze allemaal weer net een andere professional aanspreken. Maar bijvoorbeeld ook een andere doelgroep, een ander publiek aanspreken. Persoonlijk vind ik het heel interessant...
als je echt een ook een verbinding teweeg kan brengen tussen met je project wat je doet, wat duurzaam is. Dus als je een project inricht waarbij verschillende partijen van over de grens samenwerken, en maar niet alleen maar voor tijdens dat project, maar dat die mensen elkaar daarna ook hebben weten te vinden en dan weer iets nieuws uit kan vloeien. Of het voortaan makkelijker is om eens even in Aken te gaan kijken. Of eens even naar Hasselt te gaan. Of ook vice versa. Dat iemand uit Hasselt weet van, hé, ik moet in Roermond zijn. Of in Venray of in Maastricht. Hè? Dat vind ik heel waardevol. En ik denk dat dat ook echt een toegevoegde waarde kan zijn voor een maker zelf. Ja, dus ja, sorry Ruud, ik kan echt niet eentje noemen. Nee, prima, helder antwoord. Het tipt wel iets aan waar ik als Limburger wellicht ook wel soms tegen aanloop. In ieder geval als inwoner voel je altijd een grens met Duitsland en België, want het is een andere cultuur. Als het gaat over cultuur en uitwisseling, nou, dat zie je aan de professionele gezelschappen. Het voorbeeld wat Marjolein net liet zien van Laagland, dan weten wellicht partijen elkaar wel te vinden. Maar hoe het streven is, in ieder geval ook voor Limburgers, dat natuurlijk de inwoners van de omringende landen en onze eigen inwoners, dat die wat meer interactie hebben. En ik heb het idee, maar Marjolein, correct me if I'm wrong, dat Dutch culture of de overheid meer inzet op culturele uitwisseling tussen onder andere professionals. En dat het minder gaat over buurlanden die de inwoners met elkaar verbindt. Is dat een conclusie die klopt of is het... Gaat het altijd om beide? Nou, het mag in ieder geval beide. Ik denk dat het beleid vanuit het landelijk beleid is inderdaad wel het algemener ingericht. Maar je ziet wel dat er steeds meer initiatieven ontstaan in grensregio's. Dus het is wel een hele interessante ontwikkeling, denk ik. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ook wat meer ons focussen op de decentrale overheden en op de regio. Omdat daar gewoon heel veel te halen is. En dat is denk ik ook nog wel wat een belangrijke ontwikkeling is, natuurlijk ook wel door corona. Hebben die internationale en culturele activiteiten hebben het sowieso hartstikke moeilijk. Dat ligt al heel behoorlijk plat, laat staan internationaal. Maar als je gaat nadenken van hoe gaat het straks weer verder opstarten, hè? Hoe gaan we nou straks verder? Waar zitten onze overlevingsstrategieën? Nou, digitaal is natuurlijk heel erg belangrijk, want je ziet dat er steeds meer digitaal gebeurt. Maar daar moet je ook weer een eigen, daar moet er ook een beetje mee verdiend gaan worden. Hè? Dus die verdienvoordelen moeten wel ontwikkeld worden. Maar dat zal straks heel belangrijk zijn, of dat is het al. Flexibiliteit, dus dat je op verschillende manieren, hè, dat je niet altijd als een heel gezelschap gaat, maar misschien dat alleen de artistiek leider gaat en daar met een lokaal ensemble het toneelstuk zeg maar weer een nieuw leven inblaast. Nou ja, op alle mogelijke manieren andere varianten. Maar de rol die lokaal speelt, dus wat dichter bij huis een internationale stem laten horen, dat is bijvoorbeeld in die grensregio's heel, heel helder. Maar ook met artiesten of kunstenaars die in een residentie komen werken of met de lokale community aan de slag gaan. Dat zijn allemaal voorbeelden die behoorlijk corona-proof zijn, zou je kunnen zeggen. En ik verwacht dat het ook in de toekomst dat het steeds sterker zal worden. Omdat het namelijk ook voldoet aan die andere eis die we onszelf steeds meer gaan stellen. Om duurzaam samen te werken. Ja, want die vraag lag er al heel lang. Van dat reizen, jongens, het is niet zo milieuvriendelijk. En is het wel van deze tijd om ergens heen te vliegen. Je voorstelling een paar keer te doen en hup, weer terug met z'n allen. Moeten we niet ook een veel, veel duurzamere relaties met elkaar opbouwen, moeten we milieutechnisch dat veel verantwoorder doen. Ja, dus als dat wat dichter bij huis is, hè, wat we net noemen, dat zal alleen maar van meer belang zijn. Ik denk dat het heel verstandig is om daar meer op te focussen en veel meer samen daarnaar te kijken. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel sterk punt. Ik denk dat, ik leg het ook graag aan jullie voor, het oude normaal niet meer terugkomt. Een nieuwe normaal natuurlijk wel een groot deel, zeker in de podiumkunsten, zich ook meer en meer digitaal gaat ontwikkelen. Wat natuurlijk geen grenzen kent. Want je botst niet tegen een grens, landsgrens op als je online zit. Daar hebben we om 1 uur dadelijk ook nog een tafelgast. Als het gaat over film, dan kun je natuurlijk heel makkelijk over de grenzen uitzenden. Dus ik kan me wel voorstellen dat zowel de provincie als ook het Rijk, en Dutch Culture geeft wellicht ook advies richting het Rijk,
daar rekening mee houdt als je het hebt over internationaal beleid, dat je dat digitaliseringsaspect iets meer gaat benadrukken dan tot nu toe in het beleid wellicht is. Maar goed, dat is Kijk, iedereen is het er wel over eens dat het nooit een volwaardig alternatief is. Want hè, de fysieke ontmoeting, ook de artistieke kant, zeg maar, dat is behoorlijk ingewikkeld. Maar zeker hybride varianten zullen blijven bestaan. Want film is wel een leuk voorbeeld wat je noemt. Ook voor film geldt wel dat het van belang is om een gezamenlijke ervaring te hebben. Maar de filmfestivals hebben ook gemerkt het afgelopen jaar hoe goed hun digitale programma gewerkt heeft en hoeveel meer internationale gasten ze hadden. Dus zij zullen in de toekomst altijd dat digitale aanbod op de een of andere manier erbij blijven houden. Dat hebben ze eigenlijk ook al min of meer aangegeven. Omdat dat gewoon voor zo'n groei heeft gezorgd, met name in internationaal publiek. En dat is natuurlijk heel erg interessant. En je kan je ook voorstellen dat je ook wat meer erop gaat maken. Hè? Dat het ook dat er ook een nieuwe techniek, een nieuwe technici, zeg maar zeggen, voor opgeleid gaan worden. Gewoon puur op het digitale. Dus of dat je een artistiek product ook al maakt met in het idee dat het digitaal zichtbaar wordt. En dan krijg je, dat heeft gewoon wat tijd nodig, wel een heel volwaardig artistiek aanbod. Maar vervangen, daar is iedereen het ook wel over eens. Dat is niet helemaal het idee. Ja. Nee, ik had het ook niet over vervanging. Het zal altijd en zijn. En je ziet dat het nog in de kinderschoenen staat. Hè, dat deze pandemie ervoor heeft gezorgd dat we daar nog meters moeten maken. Er is een vraag van Els Huver voor de provincie. Nou, ja. Donneke. Ik zag hem. Ja, de regeling die nu openstaat is inderdaad voor 2020-2021. En dat betekent dat het project inderdaad nog in 2021 moet starten. Tegen eind van dit jaar zal ook weer een nieuw kader en een nieuwe regeling worden ontwikkeld. Maar voor nu inderdaad starten in 2021. Dus, ja. Helder antwoord. Wanneer is er bekend hoe het vanaf 2022 uitkomt te zien? En, daar zijn we nu druk mee bezig. Dus het wordt nu allemaal opgesteld en geformuleerd. Maar ja, zoals ik zei, grensoverschrijdende samenwerking is gewoon belangrijk voor de provincie. Dus hoe het precies gaat uitzien, weet ik nog niet. Maar ik heb er goed vertrouwen in dat we altijd daar blijven inzetten. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de actuele ontwikkeling, zoals de digitalisering of de lessen die we leren van de pandemie, hoe dat ook kan landen in die nieuwe regeling? Kan het veld daar nog een rol in spelen? Sowieso, denk ik. Hoe dat precies vorm moet gaan krijgen, daar kan ik nu niks over zeggen. Ik ben daar zelf niet heel nabij betrokken. Maar het is misschien iets wat we wel nog nadien kunnen laten weten hoe het veld ons kan benaderen. We nemen natuurlijk sowieso echt mee wat we nu ook merken. En eigenlijk wat Marjolein net zegt, dat kan ik alleen maar beamen. En wat ik nog wou toevoegen ook daaraan, is dat je merkt dat door juist digitaal of elkaar op een digitale manier te vinden, je wel ook op een heel laagdrempelige manier is aan elkaar kan snuffelen, zeg maar. Zonder dat je inderdaad ook veel kosten misschien hoeft te maken, hè? Hoewel er, als je het goed wil regelen, natuurlijk wel altijd iets bij komt. Maar het biedt gewoon heel veel mogelijkheden, hoewel het inderdaad niet gaat vervangen. Ik denk dat we allemaal zelf zitten te snakken om hier eens naar een theater te gaan of een expo te zien of buiten eens verrast te worden door iets op het vlak van kunst en cultuur. Ik wel in ieder geval. Maar goed, ook voor komende jaren denk ik, het blijft gewoon een... We zitten in een gekke tijd en het zijn allemaal zaken die we ons realiseren en waar we natuurlijk wel de input ook die we krijgen en dingen die we horen, die gaan we gewoon meenemen daarin. Nou, het is van groot belang. Ik bedoel, dat het een bijzondere tijd is, dat onderkennen we allemaal. Maar er zijn ook verworvenheden, dat geldt denk ik ook voor Dutch culture, die we gewoon wel moeten laten landen. Want anders is er, dan lopen we achter de feiten aan. Ja. Zijn er zaken, en ik kijk even ook richting de tijd, dames, die we sowieso nog graag willen delen? Marjolein, hebben we nog iets gemist als het gaat over wat Dutch culture kan betekenen?
Nou, ik denk dat het is gewoon altijd heel veel informatie. En zeker zo digitaal is het nogal een opsomming. Dus vooral dus de website checken. Maar wat ik zelf heel erg denk en heel erg hoop. Dat wil ik ook nog toch wel even delen dan bij het publiek. Dat internationale samenwerking niet een beetje verdwijnt, zeg maar, door corona. Je voelt gewoon, we zijn allemaal wat meer naar binnen gericht. We zitten veel in huis. Er is een ontzettende behoefte wel om naar buiten te gaan en internationaal. Maar wat Dutch Culture ook wel heel erg nog als taak heeft, om ook de hele tijd aan de bel te blijven trekken, ook richting de overheden, van vergeet het niet, de culturele sector moet levensvatbaar blijven, sowieso, natuurlijk. Maar ook het internationale is van levensbelang en misschien wel meer dan ooit, omdat je ook mentaal je grenzen niet dicht moet gaan, maar je blik naar de wereld open wil houden. Dus dat is die lobby. Zou ik ook iedereen op willen roepen om blijf het in de gaten houden. Trek aan de bel als vergeten wordt dat je ook nog internationaal iets kan doen. Want de wereld is gewoon groot en er ligt helemaal open, ook internationaal. Dus dat is, dat wou ik in ieder geval nog even toevoegen. Een mooie cri de cœur. Ja, wij wonen natuurlijk aan de grens. Waar het smalste stukje Limburg, geloof ik, 6-7 kilometer tussen België en Duitsland zit. Dus ik heb het idee dat de Limburgers zich wel realiseren dat ze echt directe buren zijn met het buitenland. Ook een beetje dan misschien een beetje luis in de pels. Idee is natuurlijk dat een hoop mensen denken dat als je een internationale regeling wil aanvragen, dan komt het Brussel-verhaal bij wijze van spreken om de hoek, dat je enorme berg paperassen en weet ik wel wat moet aanleveren. Klopt dat beeld? Ja, dat helaas. Ik kan het ook niet veel mooier maken dan het is. Het is wel zo dat ook in Brussel wel doordringt dat die administratieve lasten naar beneden moeten. Elke keer worden er pogingen toe gewaagd, nu ook wel weer. Maar het blijft best een karwei. Zeker als je bijvoorbeeld een creative job aanvraag wil doen. Als je jezelf eenmaal goed hebt ingericht en snapt hoe het werkt, zeg maar, dan is het ook wel weer prima te doen. Maar het is, ik kan ook niet zeggen, joh, dat valt wel mee. Is nu wel een, dat is misschien nog leuk. Een kleinere regeling vanuit Creative Europe, die heet iFortunes. Die is voor individuele kunstenaars en die is een stuk kleiner en toegankelijker. En die kan je met een paar uur, zeg maar, de aanvraag gedaan hebben, zeggen ze. Dus er wordt wel op getest en geëxperimenteerd. Maar het blijft wel Europa. Ja. En als ze dan bij jullie... En als ze dan bij jullie komen voor zo'n adviesgesprek, dan kunnen jullie wel aangeven, richt je daarop, zorg ervoor dat dit en dit op orde is. Dus jullie kunnen wel ondersteuning bieden bij die hele papierwinkel. Zeker, we bieden ondersteuning. We geven ook technische workshops over hoe je het handigst aan kan pakken. We kunnen het niet voor je schrijven. We beoordelen het helaas ook niet, zeg maar. Dus wij zijn niet degene die het laten toetsen, maar we weten ondertussen natuurlijk wel, wat zijn de belangrijke punten? Waar let je op? Hoe richt je het in? En daar zijn we eigenlijk ook juist voor. Dus we hebben echt specifiek adviseurs voor Creative Europe Cultuur en Creative Europe Media, die helemaal van de hoed en de rand weten. Dus gebruik ons. Ja. Er komt een interessante vraag binnen. In jouw lijstje net gaf je aan dat het Verenigd Koninkrijk gewoon nog stond in de landen van culturele uitwisseling. Maar dit is natuurlijk een hele actuele vraag aangaande de Brexit. Ja, dus ze zitten niet meer... Nee, klopt. Dat is ook nog. Het is wel absoluut een land binnen het internationaal cultuurbeleid. Het is niet meer een land binnen Creative Europe. Want omdat ze natuurlijk niet meer in de Europese Unie zitten, zijn ze daar uitgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet internationaal ermee samenwerken. Want we werken natuurlijk ook met landen van buiten Europa samen. Het is wel lastiger geworden door de Brexit. Met allerlei regelingen voor artiesten om daarheen te gaan of om ze hier uit te nodigen. Een collega van het Mobility Infopoint heeft daar net een heel artikel ook over gepubliceerd op onze website, waar alle veranderingen op een rijtje staan. Maar wat ons betreft blijven we er gewoon ontzettend mee samenwerken, want het is veel te leuk wat daar gebeurt. En belangrijk. Dus met iets meer moeite alsnog. Dus niet echt een extra drempel nu er een Brexit is. Nou, wel drempels, een extra drempel, jawel, die zijn wel iets verhoogd, maar geen reden om het niet meer te doen. Zo bedoel ik het. Ja. Dat heldere oproep. Ja. Lonneke, heb jij nog een cri de cœur, zoals dat zo in goed Limburgs heet? Nee, ik heb denk ik als gezegd wat ik wil zeggen. En ik sluit me aan bij Marjolein, dat zegt van blijf die blik open houden en blijf gewoon kijken naar mogelijkheden. Maar ik denk dat we ook wel...
in die zin in een sector zitten waar dat over het algemeen wel gebeurt. Dus ja, hou dat vast, blijf dat doen en laat je niet, hou jezelf niet tegen. Exact. Ja. In deze tijd, pre-corona, waarin globalisering eigenlijk een soort van zelfsprekendheid was, zien we door de pandemie dat we inderdaad wat meer naar binnen richten. Maar de menselijke maat is ook weer terug. Dat is op sommige vlakken ook fijn. En daarmee onze directe buren in België en in Duitsland wellicht ook een stuk dichterbij. Gevoelsmatig dan, zeg maar, hoog over. Maar goed, dat zal ook wel weer zich moeten uitwijzen. Alvast een doorkijkje naar de rest van de middag. Om 1 uur zitten we met een aantal mensen uit het professionele veld. Waaronder Bert Mennings en... ik ben altijd de namen kwijt. Ik spiek heel even. Guido Franke vanuit de directeur Cine Sud en het Limburg Film Office, tenzij hij papa is geworden. Die informatie die weet ik nog niet zeker, want dan schrijft iemand anders aan. En Mami Izumi, die komt met haar collega. En zij gaan praten over hun ervaringen met de uitwisseling. En of de regelingen inderdaad zo zijn als ze, zo ingezet kunnen worden zoals ze ook zijn bedoeld. Maar dat horen we om 1 uur. Ik denk voor nu ronden we af als jullie verder geen toevoegingen hebben. Dank ik jullie hartelijk. Weten ze jullie te vinden. In de chat zijn allerlei linkjes gezet, zowel naar de provincie als naar Dutch Culture. En misschien nog even aanvullend dat dit niet eenmalig is dat het Huis voor de Kunst in Limburg en Dutch Culture samenwerken. Dus laten we afspreken, Marjolein, dat we de volgende keer in het Limburgs Museum fysiek mensen gaan ontmoeten om een netwerkmiddag over de regelingen te organiseren. Lijkt me heel erg goed, want het is toch wel fijn als je de gezichten ook erbij hebt, vind ik. Ja, ze zitten een beetje gezellig met ons drieën te kletsen. Maar er zitten natuurlijk 40, 50 mensen toch mee te kijken. Dus ja, die zien we dan ook. Ik dank iedereen hartelijk. Alvast een smakelijke lunch en tot 1 uur bij het volgende onderdeel. Dankjewel. Fijne middag.